Dit is Liewe gewoon. Was Liewe. Elke winkel uit Middenmeer is er kapot van. Afgelopen zaterdag vindt en reanimeert hij zijn vriend Liewe Westra. Die dan tegen een hek van een garagebox in Zwagdijk ligt. Gelijk op Liewe. Water in zijn gezicht gegooid. Ik heb hem ik heb 1-2 gebeld. Ik heb hem geprobeerd te reanimeren als een malle. Echt, het was. Ja, dat heb helaas niet mogen baten. De oud-profwielrenner is niet meer te redden en overlijdt op 40-jarige leeftijd. Nou, ik heb begrepen dat het een door hartfalen gekomen is, dat hij daar aan overleden is. Westra kampte met depressies en al snel wordt gespeculeerd over zelfmoord. Dat werd al gesuggereerd, terwijl überhaupt het lichaam nog niet eens vrijgegeven was. Het boel nog allemaal in onderzoek was. Ja, dat vind ik nogal vrij heftig. Ongeveer een jaar geleden komen ze elkaar tegen. Westra is daarnet gescheiden en keert depressief terug uit Spanje. Ik zeg, jongen, kom eerst even komen bij ons thuis even te douchen, even mens worden, even een beetje bijtrekken. Ik nam ook echt wel een beetje op sleeptouw. Eelke neemt Westra mee naar de garage in Zwagdijk, waar hij meehelpt. Er worden zelfs plannen gemaakt voor een gezamenlijke toekomst. In de auto's, het verhuren van muziekapparatuur of het helpen van jongeren met depressies. Ik zeg, misschien kunnen we daar iets in betekenen. Kun je daar je naam voor gebruiken? Nou, dat ging toen echt even bij me. En op een gegeven moment zag je dat. Nou, hij zegt, ja, dat is hem. Dat moeten we aan doen. Afgelopen vrijdag nog, een dag voor zijn overlijden, schrijft Westra zich in bij de Kamer van Koophandel. Dat was voor hem al een heel ding. He, nou kennen we van start, zo was het met hem. Ja, en dan de dag erop is een heel ander verhaal. Wat ging eigenlijk weer juist zo goed? De jongen die zag weer dingen en daar ga ik voor en dit. En dan kwam weer vreugde kwam uit hem. Sprak, dat zag je aan hem. En ja, dan ineens, poef. Dat had nooit zo moeten en mogen eindigen. Ik vind dat verschrikkelijk.